Yo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park voor deel 2 van Golden Century. In dit gebied gaan we wat rapper een nieuwe opname fixen, waardoor er zo wat 5 afleveringen zijn. In de vorige video was het zo'n beetje begonnen hier. Zag je die huisjes. Deze had ik al nog niet gezien, dacht ik, die in het midden staat. Maar dat is wel weer dat gezicht in die rots. Dat effect weet ik ook niet of ik al dat gezien heb, dus speel ik eens nog eens af. Er komt weer interactie in het park, weer wat pressure plates met effecten. De triton die had ik al ook al gezien. Die is eigenlijk niet veel, Is eigenlijk niet veranderd. Alleen... Jawel, in 80 is het. Ja, Jonas is er nu aan begonnen. Ook dit standbeeld is wel nieuw. Er komt een standbeeld van Triton, die heb ik zo laten... Allee, dat was een inspiratie van Europa Park, bij die Poseidon en het ook zo'n standbeeld van Poseidon die dat aangeeft dat Poseidon die richting op is. Ik ben een burgerplate mensen, zoals jullie zien, loods. Ja, Triton is een waterkoning of zo, een waterkeizer. Dus ja, fonteintjes. Ja. De baan zag er toen zo ook al uit, dat kasteel hier. Maar verder hier was nog niks. Hier hadden we een brug. Over dat vijverkje. En dan hadden we hier het treinstation. Volgend gebied gaat die trein eindelijk marcheren. Dan gaan we even weer mensen. Ja. Dus... Zullen jullie laten maar als het volgende gebied in bouw is? Ja, dan... Als het in bouw is, dan zal die treinspoor af zijn. En dan moet ik de treinspoor wel nog even zo met houten planken afwerken, want die stond er nog niet. Okay. En dan, je weet wel, een trein die heeft zo de rails en dan liggen daar zo houten planken onder. Wat gaan we doen? Ja. Dus ik moet het heel duidelijk track afgaan. Hier de attractie 2. Dat is de Polyp, of een Octopus Ride. Meestal gebouwd door Gerstlauer of Schwarzkopf heeft zoiets ook gemaakt. Alleen zoiets noemde de Monster 1, 2 of 3. Die wachtrij zal alles laten zien. Het is een gedetailleerde polyp. Fuck. Is dat voor een kompas? Dat ga ik doen. Ik ga het hele gebied echt detailleren als de kloot. Dat er niks kaal staat. Het is eigenlijk zo'n beetje de missie om dit het mooiste gebied van het park te maken. Maar je kunt hier ook een beetje in de attractie kijken. Overal liggen heads. De wachtrij is geïnspireerd op een kerker. Dus dat zijn kerkers, een paar cellen. En die armor stands, dat moet dus skeletten worden. Hier is ook nog een skelet. Dus deze moet gebouwd worden met zijn armen door de tralies, waardoor het lijkt dat hij toen het er nog leefde, deze pak met water wou pakken. Maar dat is niet gelukt, dus hij is gestorven. En dan hebben we hier nog... Lekker goud! Yes, goud! Ik ben rijk. En je zit thuis. Ik hoop dat Jonas hier niet de jail van gaat gebruiken, want... Draag hem! Ja, over deze pressure plate komt dan bij de attractie, die ook... Die eigenlijk... Het ziet er goed uit, hè, mensen. Dat decor van achter, die mast, ja, aan die mast hangen de armen van de polyp. Hopelijk komt dat goed uit. En de karkers gaan bootjes zijn die daar zo ronddraaien. Kun je het zien? Ja, zie zo. Zo ziet het er in het groot uit en het resultaat wordt dan dubbel zo klein. Zo doen we dat. Ik maak het altijd zo en Jonas bouwt het dan na. In hoe noemt die plugin, ik weet het niet. En, ja, dat mogen de mensen niet weten. Ja, dat zijn dan kleinere blokjes, je weet wel. Al die modellen hier zijn mini-blokjes. Maar je zit dus in een klein bootje die dan ronddraait. En de attractie zelf noemt dus... De naam van de attractie is...
de century port, right? Dus ja, de eeuwse haven, right? Hoe heeft dit weekend aan werken? Je ziet ook het decor is naar een haven gedecoreerd. En dat daar, ja, de wachtrij als een kerker. Maar het ziet er toch wel mooi uit. Hè. Hier in dit gebouw komt het restaurant. Het restaurant gaat de naam, dat wordt een visrestaurant, dus daar gaat sushi te koop staan. De sea devil mensen. Lekker sushi fretten, lekker. Hier komt dan nog een extra ingang als decor, gelijk als in Lijn te Vouden ook is gebeurd. Oh. Bij Lijn te Vouden hebben we dan een hotel gemaakt, maar hier komt dan het waterpark. Ergens. Aan die kant of aan die kant, ik weet het niet. Hier heb ik bijvoorbeeld al zo'n decoratiestuk gemaakt, zo'n steiger op het water. Wat het gebied meer sfeer geeft. Dus dat ga ik in het hele gebied doen. Verder komt hier nog een splash battle. Die gaat in Singapore thema zijn. En dan gaat er hier zo'n bruggen zijn over de splash battle. Met een paar kanonnen dat je dus in de buiten kunt schieten. Maar de splash battle gaat wel niet marcheren. Je gaat niet op de doelen kunnen schieten met de boot. Ja, je gaat gewoon rondvaren en die effecten die gaan gewoon automatisch af. Want wij kunnen dat niet met zo'n waterpistool. Dan komt er ook nog een storm op zee attractie, zoals Pop Saindoor heeft staan. Het vlot. Het is gewoon zo even zo'n kleine boot die aan een weer slingert. En dan nog de dark ride, de kaluis. Van het park mensen, alleen als we eens moeten lopen. Ja, dat zal. Het is de bedoeling dat dat een van de beste attracties van het park zou moeten worden. In de volgende video zeg ik wat meer over de kaluis, over welke figuren je mag verwachten in de dark ride, alleen wie de hoofdrollen zijn achter de dark ride. Ja, dan hebben we hier. Nog iets over mensen. Wat? In middeleeuwen. Ja. Ja, en hier is dan de Triton, de boot, die nog in bouw is. Ja, zo je het hier weer gezien, in middeleeuwen, is de Dive of Merlin al een tijd dicht, omdat er een probleem was bij de first drop. Dus ik heb uiteindelijk ook besloten om de achtbaan ook wat te vernieuwen, omdat dat laatste stuk een beetje, ik vond dat niet echt zo schoon. Dus ik heb de baan uitgebreid. Hier hadden we dan de G-roll, die was er al. En dan gaat hij hier zo door naar een helix. En hier komt dan nog een dive loop en een stuk grot. Dus dark ride. En dan gaat hij in de remmen. Dan verder buiten de baan hier. Dit moet ik nog verder afwerken. Ik ga ook meer bomen plaatsen. Want het verhaal van Merlijn, de Disney-film toch, begint in een donker oerwoud. Dus dat was in de workshop. Dus dat ga ik ook meer. Ik ga meer bomen zetten, dat het hier zo wat donkerder is. En zo echt zwetsy van de bomen. Het kasteel ga ik ook zo wat verouderd maken, maar liefst aan de muur. Zodat het echt lijkt op een. Hoe noemde zoiets? Een. Klimop, dit hier. Kom eens. Ja, zo'n ruïne. Maar zo is het weer Golden Century voor vandaag. Volgende video zal de splash battle en zo klaar zijn ofzo. We zien wel. Hopelijk. In ieder geval, we hopen wel dat de polyp en het triton dan wel gefixt zijn. Tot de volgende video en dan staat er wel te zwaaien met zijn goud blokje. Tot de volgende video van Golden Century. Ciao. Laat het!